laatste stukje in het nisje schilderen. En het raam wordt ook wit. Zo, dit moet nodig gemaaid worden. Paard mag niet rennen, mag niet ver lopen. Dus gebruiken we de paarden maar eens eventjes als maaiers. En dat vinden ze helemaal niet erg volgens mij. Onkruid staat een beetje hoog. Moet allemaal weg, dan gaat de worteldoek overheen en dan komt een mooi grind. En dan krijgen we echt een leuke tuin met potten en zo. Zo heeft tijdelijk alle planten neergezet. Nu is het wachten op het grind. En dan wordt dit hartstikke gezellig. Kijk, die jongen lekker bezig zijn. Hij is de bovenkant van de omgevallen eik aan het wegtrekken. En nou trekt hij al het onkruid weg van onze grootste kersenboom. En hier heb ik een heleboel onkruid weggegraven tot over een gleuf lag waarvan we wisten dat er huisvuil in lag. Moeilijk woord. En het is zoals gewoonlijk weer bizar, zullen we zeggen. Een moderne kenteken, een complete pannenset, een moderne televisie, kapotte accu, een motorwiel, een radiator van iets heel groots. Een vrachtwagen of een tractor geweest. Nou ja, het is bizar. En we kunnen het natuurlijk gewoon weer teruggraven, want ze hebben deze geul gegraven. Zodat ze de vuil in konden gooien en nooit meer de geul dicht gegooid. Want dat is deze berg hier. Maar dat gaat me te ver, dus ik ga het gewoon allemaal eruit sorteren. Plastic bij plastic, ijzer bij ijzer. En dan kom je nog wel eens wat langs tegen, zoals deze fantastische typemachine.